fatto la mezzo Gambia, il suono più rovelato. Als je nog wat zegt, groep gaat hij los. Het is gewoon onhoudbaar, die gast. Ja. We hebben een gast hier, dus we doen, laten we niet doen alsof we voor ons bezig zijn. Ja. Goed dat je er bent, leuk dat je bent, Jacques. Blij mee. Ja, het is toch iets van lange tijd eigenlijk denk ik wel 2 jaar echt veel meer gedaan. Oké, ja. Tenminste, zelf betrekken. Ja. Een beetje lessen geven in het buitenland. Maar. Ja, in Irak dan zeker. Ja. Ja, ja. Maar voor de rest, zelf trainen hier sinds dat een beetje aan het rollen is gegaan, is het een beetje afgedaan. Ja, precies. Ja, ja. Nou, ik heb er ook niet zoveel tijd van. Nee, want je bent een maand dan in Irak en een maand hier? Ja. Ja, ik ben natuurlijk de afgelopen 3 maanden weg geweest. Dus Irak, Japan, Irak. Ja. Nu ben ik er toe. Dus je moet je voorstellen aan je vrouw. Ja, ja, dat is ook niet leuk hoor. Nee, dat kan me voorstellen. Ja, ja. Nou ja, zo is het dan op het moment. Leuk, en je bent met Soteo les begonnen in Irak. Je hebt een mooie groep daar, zei je. Ik heb natuurlijk het laatste stukje gedaan in Japan bij de Okajima Center. Ja. Daar heb ik mijn instructeurs certificaat gegeven. Ja. En hij heeft mij de opdracht gegeven om gewoon voor mezelf dat te gaan doen. Okay. En dan zo af en toe met jou te schakelen wat jij van het ondervonden. En, dus bij elkaar in de keuken kijken wat je echt ontwikkelt. Ja, dat is natuurlijk iets wat je zelf ook een beetje kan ontwikkelen. Ja, ja. Dat je eigen draai erin vindt. Ja, precies. Ja, ja, mooi. En je gaat de volgende keer zien hier ook, dan start je ook met Aikido, zei je. Ja. Aikido groepje. Elke week, 2 keer in de Sotai, gedurende mijn rotatie. Dus het begin van mijn rotatie en het einde. Dan heb je 2 verschillende groepen met mensen die je al bereikt. Ja, ja. De eerste les die ik heb gedaan, afgelopen rotatie, was dat gelijk met 12 mensen. Dus het was wel prettig. Ja. En ze waren enthousiast, dus gaaf. Beetje doorgaan dan, ja, mooi. Mooi, ze hebben ook Aikido Yushinkai Irak nu. Ja. Yes. Ja. Staat op de website. Dus ja, mooi. Alleen van buitenaf komen ze er denk ik niet echt bij, op de compound. Nee, ze zijn wel afgezonderd, hoor. Gewoon een compound. Ja. Ja, het is om zo met mijn niveau, dat is ook nog steeds niemand zo uit. Dus, en wij kunnen er ook niet zo uit. Nee, dus, nou, ja. Maar ja, maakt niet uit, je kunt Aikido. Voor hetgene die je zit in de olie-industrie werk, ja. Zo doen we. Mooi. Oké, nou, we gaan eerst even zitten met de ogen dicht.
klaar om weer vol gas te gaan. Maar we gaan even eerst gas terug. We gaan die oefening doen die we maandag ook al, of woensdag ook al hadden gedaan en die we vanochtend ook hebben gedaan. Dat is denk ik wel een hele goede oefening om mee te starten. Ja, maar jou is het woensdag of niet? Nee. Is het jou is de eerste keer ook, voor jou ook? Je hebt het natuurlijk vanochtend gedaan. Okay. Heel kort, eigenlijk gaat het erom om in een goede staat te zijn. En een goede staat, en dan in Aikido-termen, dan kom ik dat wel plaatsen met bijvoorbeeld je bent in fighting mind. Je hebt fighting mind. Dus iets is zo en je wil dat veranderen. Je probeert steeds te beïnvloeden, je bent hier bezig. Je voelt afgescheidenheid. Fighting mind, ik tegen jou. Of je bent in een staat van onbegrensdheid. En in Aikido zou je dan kunnen zeggen een staat van no mind. Dat is goed om in een staat van no mind te zijn. Natuurlijk gaan we ook technieken doen en straks ook weer allemaal technische aspecten ook laten zien. Waardoor de mind lekker actief wordt. Maar laat dat niet te veel gebeuren. Ga steeds eigenlijk weer naar een staat van no mind. Deze oefening helpt daarbij om dat te ontwikkelen. Je hebt al zat oefening gedaan op je eigen manier al langer, dus je herkent het gevoel misschien. Het is goed om daar wel aan te blijven werken, dat je dat steeds makkelijker doet. Dat je hersenen dat gewend zijn, dat je lichaam dat gewend is, dat je gewend bent aan dat die stofjes actief zijn. In plaats van de andere stofjes van adrenaline of wat dan ook. Dus dat is mooi. Deze oefening komt uit India. Het is een van de voorheen monnik of leraren van de Warnes University. Die zijn al lang geleden naar het anders gegaan. Die noemen dat de One World Academy. Dat is de zoon van de grondleggers van de Warnes University. Die is dat begonnen met zijn vrouw. En Ananda Giri was daarbij en een aantal anderen. En Ananda Giri had het laatste online sessie mee. En toen legde hij dit uit. Dus ik denk, nou, ik vond het wel een hele goede, krachtige oefening. Ik zal de oefening zo kort uitleggen, maar wat wij in Aikido Yujinkai hebben, dat is eigenlijk Mesoho en Kanso. Dat is zeer vergelijkbaar met deze oefening. Misschien ken je het nog dat je zo zit, zeg maar. Is die mudra zo? Kent iedereen deze mudra? Dus eigenlijk Mesoho, dan zit je eerst zo. En dan ga je naar one point. Dus centreert je. En dan doe je extend key, dus expand. En dan langer, maar ik laat het even zien. Dan doe je vingers zo en dan doe je het voor je tanden. En dan kom je aan het kant zo gedeelte. En hiermee wek je energie op. Ontvangt eigenlijk universele energie, de key van het universum. Dus je komt eigenlijk helemaal vol met key. En daarna richt je dat ergens naartoe. En dus dan stel je voor iets wat je graag wilt. Dat zie je dan echt zo voor je zoals het dan is in die situatie. Dus je beleeft het echt. Je ruikt het, voelt het, proeft het, ziet het, hoort het, whatever. Alles. Je zit er allemaal in zoals het dan is, zoals je het voor je ziet, zoals je het zou willen. En dat zit eigenlijk ook hier in deze oefening. Hè. We hebben het al gedaan, daar zit het ook wel in. Alleen ik vind het wel slim hoe ze het hebben gedaan. Ze brengen allemaal elementen bij elkaar. Aanraken, klanken, intentie, ademhaling, waardoor het wel een goede en krachtige oefening is. Okay. En wat je doet, je zit eigenlijk straks zo. Je hebt je wijsvinger tegen je duim. En dan doe je dan één inademing en één uitademing. Dus in, uit, dat is één. Ga je naar je tweede vinger. In, uit, twee. 6, 7, 8. Dat heb je 8 keer. Ja. Het is ook praktisch dat je erbij bent, maar het is ook die aanraking op zichzelf creëert ook wel een activiteit bij in jezelf. Dus het is wel even in een cirkel te zitten als we dat doen. Okay, dus dat is één cyclus. Bij de eerste cyclus dan ga je eigenlijk conscious breathing doen, dus bewust ademen. Dus iets langzamer, iets dieper, in, uit, twee vingers, in, uit. Tweede cyclus, als je uitademt maak je dan een plank met je keel.
genoeg dat je je hersenen voelt vibreren. Dus je ademt in, je ademt uit. Tweede vinger, adem in. Dus dat is de tweede cyclus. Ik zal straks ook zeggen wat we doen. De derde cyclus is je inademen, even geen ademhaling, uitademen, even geen ademhaling in. En je gaat letten op die twee punten. Dus je bent bewust van het moment dat je even niet ademt. Dat is bij de derde, dus ja, in. Valt op dat je even niet ademt en uit. Het kan zijn dat je het gaat verlengen dat moment, omdat je zo aan het opletten bent van, dat je niet ademt. Maar dat is prima, maar laat het steeds natuurlijker worden. Zolang dat je gewaar bent van dat moment. En de vierde is, als je uitademt, dan zeg je van binnen, dus je spreekt het niet uit, maar van binnen fluister je aham. Aham, dat betekent I am. Aham. Ja, dus in, uit, aham, van binnen. Ja. Dus dat zijn de vier cyclussen met ademhalingen. Het vijfde gedeelte is, dan zit je zo en dan ervaar je eigenlijk onbegrensdheid. Dus dat je in die staat van onbegrensdheid bent, niet van begrenzing, van limiting yourself, maar echt het limitless, het is een onbegrensde staat. Je zult het wel zien, je voelt je dan ook anders, je zit in andere status, dan ervaar je dat zo, die onbegrensdheid. En dan de zesde en laatste is, dan neem je die intentie, dus iets wat je heel graag wilt, zie je dan voor je, of een probleem wat je hebt, wat je opgelost wil zien, en die intentie neem je en dan zit je in die ervaring van. En dan ga je iets dieper en iets langzamer ademen, bewust ademen.
wel dat je, ja, dat je hersenen anders functioneren op dit moment. Anders actief zijn en dat je staat iets anders is. Van je ervaring of een vraag of iets wat je opviel of iets wat je mooi vond. Ik zou het stil maken. Het hoeft niet, hè? Het voelt wel heel rustig. Staat ze aan je op? Ik vind het dat ik bij de tweede keer rond kon. Waar niet aan denk. Ritme is wel goed, je eigen ritme is lekkerder gewoon. Dus als je het thuis doet, is je het zelf goed. Ze zegt van doe het 's ochtends. Als je in deze staat de dag begint, kan al toe doen met het begin oefening of welke oefening je ook doet. Maar dan kan je het gewoon lekker in je eigen ritme doen. Wat anders vond je het om te doen? Ja, een beetje gevoel alsof het transcendente meditatie Ja, het kwam er allemaal een nice uur naar elkaar uit. Want gelijk met je ben, dan voel je heel erg goed in je schedel vibreren. Dat is wel aangenaam. Dank je. Je eigen hersenen even lekker. Tweede keer dat je dat nu doet, zelfs wel één dag. Ook wel verrassend inderdaad wat jij zegt. Klopt, ik had zo in Tibet kunnen zitten. Nooit die keelklank gemaakt. En geluisterd, ik vond het ook wel een soort bruisende situatie leuk. Ik vond het ook gewoon leuk eigenlijk. Ja, ik dacht, wow, wat is dit? Ja, zo. Ja, dat was het ook. Die keelklank is de vuur onder de pan, je hersenen aan de pan. Jezelf lekker aan het garen. Dat is weer mooi. Ja. Je krijgt nog meer beelden. Ja. Ja, mooi, we gaan staan. Dit is een staat van no mind, zoals we zouden noemen. En, het is handig in het Aikido om in deze staat ook het Aikido te doen. En zo moeten we de hele serie beginoefeningen doen, hebben we een stukje benut voor dit. Maar ik wil wel de gezondheidsoefeningen doen. Ik leg het nu natuurlijk ook al een tijdje uit, maar misschien hoor je het voor het eerst. Dus ik leg het eventjes uit van dat we de verschillende tandemballen gebruiken. Dus je kent het wel, maar het blijft gewoon altijd goed om daar goed naar te kijken, om dat goed te zien. Verdeel je het maar een beetje met waar je het vet vindt. Misschien vind je dat vet, dat is ook goed. En dus draai eerst deze tandem wel. En niet zozeer dat je heupen draait, eigenlijk je lichaam doet niks, maar van binnen stel je die bal voor die dan draait. Dat is gewoon je weer. Van binnen draait die bal. En geef je ze dit dan een keten. Er zit niks onder druk, het is geen twisting, zoals Sensei zegt, dat je niet aan het twisten. Je bent alleen best in beweging, je voelt wel dat het niet natuurlijk is. Okay. En nou, alle tandemballen die grijpen in elkaar. Het is net als in een klok, al die radertjes zeg maar. Dus eentje draait en al die radertjes gaan dan verder draaien. Dus rendo zeg maar is Sotai Ho, connected movement zeg maar, dat principe. Dus deze draai je nu, maar daarna draai deze erachteraan. Dus dat is verbonden. Dus dan draai dit dan de Chi dan de middelste. Dus 1, 2.
zeg ik, met 1, 2 man probeer je meteen al in de flow te komen. Dus het volgt elkaar op. Het is een natuurlijke beweging. Buik, borst. Zit vol met tendens, maar nu pakken we dan de derde bij het hoofd. Dus dan gaat hij 1, 2, 3. Dan uiteindelijk kijk je zo'n beetje opzij. Dan doe het echt één voor één. De een voet de ander. Een beweging reist door je lichaam. Goed, ik doe hem al lang zo te horen, ze zijn niet gewend. Ja, dat is ook essentieel. Mariama Sense legt het ook echt letterlijk uit. Je kan helemaal een loop helemaal weg. Helemaal weg. Oké, heel goed. Dus dat gevoel, het is ook in de beginoefeningen. Nee, dat is hetzelfde gevoel, dat is het innerlijke draai. Dat in Kojindo leren we wel goed echt deze beweging te maken. Dan kan je niet vanuit hier bewegen, eigenlijk komt het uit de grond. Dus die doe ik er nog bij gebruiken, dat heb ik tijdens het seminar toen gedaan en ook als in de lessen. Dus voel eigenlijk, als je al staat, het gewicht gaat weer naar beneden, maar je voelt ook een tegendruk uit de aarde komen. Je voelt dat de aarde eigenlijk omhoog duwt en die beweging laat je je lichaam ingaan. En dus daar komt het vandaan, de beweging is altijd, simpel gezegd, afgezet van de grond. Dus laat die beweging naar zo omhoog komen en dan doe je het dan nembo gaan. Dus het komt vanuit de aarde, draait het zo door je lichaam. Je tandembo in je enkel, je tandembo in je knie, tandembo in je heup, in je borst, in je hoofd. Het draait zo door. Die verbinding blijft vanuit de aarde, het wordt gevoed, het blijft steeds gevoed vanuit de aarde. Dan komt het bij het spreken uit je ogen, dus vanuit de aarde door je heen, door die tendens, uit je ogen gaat het opzij. Dus dat gaan we straks gebruiken, Ich, Ni, San, Chi, dat is bijvoorbeeld bij deze gebruik je ook dit tandem, want hier zit, dus hier draait hij naar achter. Ich, Ni, San, Chi, weer verbonden, maar hier is dan de tandembal die draait eigenlijk. Ja. Doe het voor jezelf, als je zo gaat en voel die tandembal draaien. Het is niet die arm wat je beweegt, maar die tandembal draait. Zwaai ook die tandembal die beweegt. Iets, drie, zo. Tandembal is hier aan het draaien. Dan komen we met al die andere tandems. Raden we die zo nog dicht. Laatste tandem van het hoofd, als je deze oefening doet. Ik heb laatst ook heel veel video's online gezet, misschien heb je de links wel gezien. Ik heb het ook wel doorgestuurd. We hebben een Aikido Yushinkai International YouTube kanaal. En daar staat eigenlijk al het videomateriaal wat er van Sensei is. Het is nu ongeveer zo'n bijna 300 uur, zeg maar. Van al zijn seminars is daar, kan je makkelijk zo opzoeken. Dus daar zit ontzettend veel materiaal in. Als leraar is het handig als je het een keer wat uit wil zoeken. Ook de beginoefeningen legt hij allemaal uit. Dat is wel in 2002 geloof ik, dus het is wat veranderd, maar de basisprincipes zijn heel goed wat hij hier zegt. En bij deze is het echt dat je het als één geheel maakt. Daarvoor zijn je handen ook in je zij en niet zo dat je niet dit krijgt, zeg maar. En dit is eigenlijk één geheel. En nu heb je dus dat je tandembal ga je draaien. Dus je gaat zeg maar niet zo bewegen met je hoofd, maar de tandembal die draait. De tandembal die draait. Dus die is gewoon
zet hem niet heel strak vast op zijn plek, maar je voelt dat die dan net al die maakt de beweging, want die draait. Die tandembal aan beweegt. Dus hij gaat niet uit het lood zo, net omdat je niet dit doet. Op zijn plek blijft hij eigenlijk draaien. Okay. Nou, alles is goed verbonden, tandembal zijn actief. Tot slot de key eye erbij. Gaan dat echt goed met z'n allen meedoen. Vanuit het oneindige in je buik ga je de key eye inzetten. En dat is eerst de key eye en dan komt de beweging. Het is niet dit, ich, nee, san, shi, dan heb je eerst bewegen en dan tel, dat is het niet. Maar Jan zet er best wel strikt in, hij zet altijd dat je tel en dan ga je de beweging zetten. Dus het is ich, het is net een soort startschot zeg maar, als je gaat rennen, startschot, de key eye, en dan ga je eigenlijk lopen. Het is niet van, ik ga lopen en dan bam, ja. Key eye gaat, maar je moet worden. Sorry, sorry. Ja. Is Kia uit je H, nee, san, shi. Dus hoe moet je dat echt inzet, die Kia. Vanuit hier, H, de verte in. Ja. We hebben het wel vaak gedaan, dus je is al niet gewend, maar een beetje eigenlijk wat erachter zit. Dus gaan we helemaal goed meetellen. H, nee, san. Chi, go, ro, shich, ash, ni, ni, son, chi, go, ro, shich, ash. Oké. Je kan zien, je beweegt het zo, zeg maar. En sinds dat eigenlijk al meteen in het begin al gezegd van ich, ni, dus je draait en je blijft eigenlijk staan. Het kan wel zijn, bijvoorbeeld Will legt eruit van je gaat altijd terug naar een beginstand. Dus dat is ook goed. Hè? Dus als je een bedoeling hebt om iets anders te oefenen, kan je dat doen. Maar Sensei was eigenlijk heel helder erin vanaf het begin al. Dus 1, 2, dan zijn eigenlijk je vier zelf erg daar naartoe gericht. Als je dit doet, 1, 2, is eigenlijk nog steeds verstoord. Test het maar eens voor jezelf. Dus je doet eerst ook 1, 2, en voel dan hoe sterk je key die kant op gaat. En dan de tweede keer, 1, 2. Ni, ni, san, shi, go, ro,
Sich, Hatsch, Rich, Mil, Son, Chil, Ro, Rock, Sich, Hatsch, Mil, Mil, Son, Chil, Ro, Rock, Sich, Hatsch, Rich, Mil, Son, Chil, Ro, Rock, Sich, Hatsch, Mil, Mil, Son, Chil, Ro, Rock, Sich, Hatsch, H, Mi, Son, Chi, Ho, Rock, Sich, Hatsch, Mi, Mi, Son, Chi, Ho, Rock, Sich, Hatsch. Ja, man. Vanuit de volgende oefeningen. Let op, de laatste tijd doen we het ook. Neiging kan zijn als je dit doet, dat je eigenlijk je ki terugtrekt en dat je het vastzet. Maar juist wil je het naar buiten laten stromen. H, dat is maar met één hand, zodat je de laatste les ook gedaan hebt. Dat het naar buiten stroomt. H, dan voel je een hele duidelijke stroom naar buiten. H, H, H. Het kan zijn dat je voelt dat je het naar binnen trekt. Merk je dat? Je trekt het naar binnen, dus je trekt je ki naar binnen. Maar dat wil juist niet, je wil naar buiten stromen. H, H. Het stroomt echt continu naar buiten en je laat het intact. H, 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 H. En die andere hand is ondersteunend. Dus die gaat het niet nog meer onder druk zetten. Die ondersteunt eigenlijk dat het blijft stromen. Ja? Dus daar gaan we. H, Mi, Son, Chi. H, Mi, Son, Chi. H, Mi, Son. Chi, Ro, Rock, Sich, Hatsch. Hetzelfde, geen klem om het af te knellen. Laat het gewoon stromen. Ich, Mi, Son, Chi, Ich, Mi, Son, Chi, Ich, Mi, Son, Chi, Ro, Rock, Sich, Hatsch. Hetzelfde, een hele mooie stroom die hier naartoe gaat. Deze, bijna zou je zo doen van binnen, om te verlengen, dat die echt extended is. Gaan we aan. H, Mi, Son, Chi, H, Mi, Son, Chi, H, Mi, Son, Chi, Ro, Rock, Sich, Hatsch. Ja, hoe je vasthoudt is zo van achter. Ik zie nog alles dit. Zo van achter, zo ja precies. H, Mi, Son, Chi, H, Mi, Son, Chi, H, Mi, Son, Chi, Ro, Rock, Sich, Hatsch. Voel nu eens het gevoel in je polsen. Heb je dat gevoel? En vergelijk het eens met hoe je normaal voelt als je de polsoefening hebt gedaan. Hoe is het dan meestal? Gelijk is dit gevoel met normaal. Ja, het is verstarrend, nu tintelt het. Ja. Tintelt? Ja, energetisch. Energetisch, ja. Voelt heel actief, hè? Of wel kiestroom. En hoe voelt het normaal meestal? Nou, niet meer kort, gewoon een slaap. Zo kort, nu voel ik een soort staafwaar van je. Zelfs een mol voor de ja. Voelt echt. Dit is key, zeg maar. Zo wil je eigenlijk, daar voel je beginoefeningen, dat je die key ontwikkelt. Maar meestal heb je het kort gemaakt en dan doet het een beetje pijn aan je polsen en dan, snap je? Misschien is het al steeds minder, maar het is goed om dat goed te doen op de correcte manier. Ja. Oké, mooi. Dan gaan we een Shinbashara oefening doen. Dus kijk voor je, niet naar één punt, maar in de ruimte, dus je ziet alles. Shinbashara oefening voor de centrale as. En is links omhoog, zover mogelijk dan. Van boven, echt zover mogelijk. Ja, rechts. Voor je met handpalm omhoog, breng je de ellebogen bij het lichaam en dan extensie. Dan heb je dus het driehoek hier, dus je kan even meten, je vingers komen precies aan bij het begin van je hand. Kun je kijken of je driehoek goed is. Nou, zo is. En dit blijft hetzelfde, en dan draai je Shinbashara links van. 45 graden omlaag, 45 graden omhoog. Nou, maar
kijk omhoog. En stap uit naar rechts. Tweede Shimbashira oefening. Want het is 45 graden omhoog en je stapt ernaast. Dan hou je armen gestrekt. Omhoog. Hier naartoe. En naar beneden. 45 graden. Omhoog. Ga door. Op de lijn, je achterste hiel is op de lijn. Mijn hand gaat richting de as van de ander. De andere hand is hier. Je zakt iets door je benen en je gaat iets zeg maar, zo door je benen mag ontspannen. En dan ga ik zo lopen. Dus ik hou deze voet hetzelfde en ik zit hem op de lijn. Ik verplaats mijn gewicht, lijn, gewicht, lijn. Zie je? Nou, het is steeds dezelfde afstand. En dan komt het weer terug. Hou die afstand.
dat je de juiste staat hebt, hè, van no mind. Je lichaam wordt sterker hiervan aan het lopen. Mooi. Gaan even kort opbouwen. Even wakker worden. Eerst de Kotai, gaan even de basistechniek. Dus. En eigenlijk wil ik niet dat je het echt helemaal los doet in stukjes, zeg maar. Dus er zit nog steeds een flow in. Het is niet dat je dit doet zo. Het is meer een machineachtige manier. Maar je doet nog steeds de Kotai stapjes, dus je staat al stil, maar er blijft gewoon een flow in zitten. Ik heb dit gedaan in maag. Ja, dus Kotai. En daarnaast, dat gaat, als je een paar keer gedaan, dan doe je Jumitai. Dus hetzelfde, maar zonder te stoppen. Ja? Ik doe heel kort eraan, een paar minuutjes. Fighting mind in een gespannen staat en een beetje zo, zeg maar. Ook het hoeken zijn, dan ga ik meteen naartoe zo. Ik probeer eigenlijk in deze staat te blijven, ook als aanvaller. Als hoeken, dan kan je gewoon eigenlijk ook heel rustig zijn. Want ik zeg al Ryutai en iets in jou gaat al, yeah, Ryutai, bruh. Ik zeg, nou ja, dan laat ik snel gaan. Ja, dat is prima, maar probeer het vanuit de staat van ontspanning en dan mind. Dus je krijgt dus de Ryutai, een extensie daar naartoe en dan ja, komt hij. Dus, thank you.
Als naar me toe komt om ze vast te pakken, voel ik het niet en dan ga ik het zelf in. Yeah.
echt de leiding erin. Als je het uitvoert, ga je niet zo doen, bijvoorbeeld. Je komt aan. Ik wil je niet raken, dus ik ben maar een beetje voorzichtig. Als hij dat voelt, dan is het gelijk de key stopt. Ja, dus het is gewoon één wave die komt door ons bij. Hij komt aan, de key komt, over hem heen. Het is meer het gevoel dan dat ik erop let, zeg maar, wat er gebeurt. Ja, ik ben er niet in.
Ga dan naar een staat van no mind. Ja. Misschien ging het wel goed, maar dan nu nog iets sterker. Dus ga je nog door? In staat van no mind. Ook als koeken kan je dat doen, hè? Allebei.
alleen nog. Dat is goed, je basis is goed en anders doen we het niet. Goed, hey, super, blijf maar staan, maar we komen een beetje dichterbij. Ik wil je dat laten zien, ja. Gewoon een beetje dichterbij, ja. Nog een deel dat ook. Je ziet eigenlijk, we gingen heel ontspannen deze oefening doen. En dan gingen we zo naar beneden en naar dit punt. Dan komt echt de fighting mind. Dan ben je misschien nog heel ontspannen en denk je waarschijnlijk dat je no mind hebt. Toch denk je van ik wil jij naar beneden drukken. Ga maar mee. Ga maar mee, maar eigenlijk als jij gewoon extend houdt, het extend key staat goed, dan kan ik drukken wat ik wil, gaat niet werken. Dus ik wil eigenlijk dat ik gewoon geen gaan mee in zijn key richting. In zijn key richting breng ik naar hemzelf. Zie je, in één keer ben ik gaan vechten. Wij gebruiken onwaardbare arm, dus dat is je veiligheid ook. Daarom val je aan met de onwaardbare arm. Als ik zo daar vast heb en hij duwt tegen mij in, gaat het gewoon niet lukken. Ja? En hoe ik ook draai, als hij tenkant doet bijvoorbeeld, en hij zal opeens naar mij toe gaan, ja, dat maakt niet uit. Naar mij toe.
namelijk gezegd, dat zal niet lukken. Dus als je nog denkt, ik wil naar me toe bewegen, ik heb gewoon een buigbare arm hier, dus ja. Snap je? Het is je veiligheid ook. Dus die veiligheid die heb jij nog steeds hier, dat is die veiligheid. Dus dit gaat niet lukken. Ik kan allemaal trucjes doen. Nou, fighting mind. Blijkbaar, net alsof we hier al in dezelfde richting zijn, ga ik dit ook niet onder druk zetten, want vaak genoeg op, want ik draai mezelf. Maar ik hou dit allemaal intact, er is eenheid. Ja? Dat heb ik hier nog steeds. Dus ik ben het verlengde geworden van zijn arm. Dan ga ik omhoog, verlengde van zijn arm. En dan zie je nog steeds vaak dit gebeuren. Ja. Ja? Want ik moet toch dit doen? Ja. Ik wil dit nu. En hier, en die key, die breng je terug naar hem. Je kan niet zo uit bij jou. Ik zei dat niet meer. Stel maar hier, accent key. Dat niet. Je kan je aan niks doen. Ga mee in de keyrichting. Die keyrichting breng je mee jouw doelheid. Ja? Ja. Het is gewoon even dit stukje zo hoor. Zelfs, wij zijn het al echt veel aan het oefenen en toch vraagt het heel veel aandacht en oefening om dat zeg maar in je systeem te krijgen. Want hij zegt, wat je vaak ziet is een soort fighting mind goal. Het is toch van, ik probeer te staan, ik probeer om te gooien, en dat soort dingen. En dat is geen Aikido. Nou, je ziet het van de kaart of je op de auto, hè. Bepaalde vormen van Aikido, dat is echt helemaal anders. Weet je, dat een plan en te gooien. Precies. Het is iets anders, ja. Ja, wat Sens ook wel zegt, en dat is natuurlijk ook gewoon, iedereen kan doen wat hij wil. Als je zegt lekker Aikido als sport wil doen, als vechtkunst,
kan, hè, maar het is niet wat Rao Sensei deed. En hij had het wel goed uitgelegd eigenlijk, Aikido. Letterlijk wordt het wel eens vertaald als harmonie met ki. Zeg maar de weg van harmonie met ki. Maar hij zegt eigenlijk is dat niet de goede vertaling. Ai betekent eenwording. Toen ben ik eens gaan kijken wat is nou het verschil tussen harmonie en eenwording. Harmonie is twee dingen die in zo'n situatie zijn dat ze prettig samen zijn. Eenwording is niet meer twee dingen. Ja, dus het is eenwording. Eenwording met ki. Dus één zijn met levensenergie. Become one with the universe. En do is, ook al michi, do is eigenlijk levenswijze. Michi is lichaam en bloed. En als één van die twee niet is, dan ben je dood. En zonder lichaam, zonder bloed, wat lastig. Ja, heel even misschien ook. Gekkigheid. Dus michi of do, dat is hetzelfde. Dus dat is eigenlijk wat je zegt. Het is een levenswijze. Het is een levenswijze van eenwording met het universum. Dus dat wil je ook terugzien in het Aikido. Dus het is niet competitie. Kan ik jou werpen? Ben ik sterker dan jou? Kan ik jou gooien? Nee, je kan me niet gooien. Ik ga het tegenhouden bijvoorbeeld. Dat is echt onzuiverheid eigenlijk. Probeer het tegen te houden. Het kan een oefenvorm zijn, maar vaak zie je dat het een soort onbewustheid is. En jij staat dus in het leven dingen tegen te houden. Dat is gewoon, ja. Het is niet toevallig dat je gewoon in de mat moet, zeg maar. Ja, dus je staat gewoon levensenergie tegen te houden. Van ja, test mij maar. Het leven zegt, nou, ik test jou wel. Ik geef je gewoon steeds meer druk, zeg maar, op bepaalde gebieden. En dan gaat hij gewoon door, zeg maar. Hè? Toch? Ja, iedereen herkent het op zijn eigen manier. Behalve bij de dood. Ja, maar je herkent het, hè? Je krijgt gewoon in datgene wat jij tegen gaat houden, gaat gewoon nog meer druk geven, of nog meer lessen, of nog meer botsingen. Ja, of meer... dat is wel niet in. Nee, totdat je zegt van oké, we gaan gewoon flowen en de stroom gewoon mee. Ja, dus dat is in het klein ook zo. Dus. En dan die onzuiverheid die erin zit, dat is ook een belangrijk aspect van Aikido. En hij zegt eigenlijk, dat is het oekumi nemen. Zo legt Rao Sensei dat ook uit. Het is eigenlijk Mizoki Harai. Mizoki Harai. Dat is eigenlijk, Harai is, onzuiverheid valt op de grond. Dat is het van een blad, zeg maar, wat dood is. Het valt naar beneden en dan uit het blad komt eigenlijk weer nieuw leven omhoog. Dus onzuiverheid, kegare noemt hij dat, zit in ons. En door aan te vallen, pakt eigenlijk de nagel, pakt die onzuiverheid en die brengt die naar de grond. En jij neemt je val, dat is echt jouw intentie om die val te nemen, zodat je onzuiverheid naar de grond kan. En dan kom je omhoog als nieuw leven. En zo elke keer dus als je oekumi neemt, kom je steeds weer als nieuw leven omhoog. En dan ben je gaan zuiveren. Dus dat is de vertaling zoals Rao Sensei het aan Mariano Sensei heeft uitgelegd. En ja, hij vraagt echt van ik hoop dat het blijft bestaan, dat mensen dat blijven zien, zeg maar. Dat ze zo Aikido doen in plaats van ik ben sterker en ik kan jou werken. Dat helpt niet in je groei als mens. Maar zou je dat dan zo... kunnen zeggen dat voor iemand valt jou aan, die is boos, die is onzuiver, die werpt je en die, oh, die staat weer op en die gaat weer, krijgt weer een nieuwe poging bij. Ja, ik zou dat praktischer houden, zeg maar. Ja. Ik zou gewoon op de mat kijken, dus als wij oefenen, ja, ga ik niet zo aanvallen. En dan heb ik iets anders en zo. En in de buitenwereld, ja. Op die dimensie. Ik heb het ook gemaakt met mensen die. Ik heb het gemaakt met mensen die. Hij heeft wel die basis uit. Mm-hmm. En ik denk dat het daardoor zo aantrekkelijk is, maar hij niet was. Maar wat je nu vertelt, dat gaat meer raken aan het spirituele van Aikido. Ook het fysiek hoor, echt het fysieke en het spirituele. Ja, ja, maar dat is eigenlijk een combinatie. Ja, en, ik ben altijd een beetje praktisch denken, van hoe ga ik dat nou de komende maanden uitdragen? Want we gaan handvaartjes genoten. Ja, wij doen in de les heel veel oefeningen, bijna allemaal praktisch. Dit leg ik altijd heel kort uit en dan doen we vooral heel veel dingen om dat te ervaren. Ja. Wat ik je net liet voelen, dat is een belangrijk aspect. Ja. Je voelt dat je toch vecht met die ander en dat zal die ander opwekken. Maar het is zo makkelijk als iemand vecht, zeg maar. Bijvoorbeeld als jij een vechthouding hebt, zeg maar, hier. Het is heel makkelijk. Het is zo makkelijk om
dat het zo duidelijk is wat hij wil, zeg maar. Maar wat ik niet ga doen als hij het zo zegt, dan ga ik niet denken, hij zegt zelf waar hij naartoe wil. Hoe meer ze vechten, hoe makkelijker het is om te lezen eigenlijk. Want ik ga ook vaak in de fout, ik ben ook gewoon een mens. Dus ik denk, als jij je hart gaat maken, dan moet je echt overwinnen. Het is zo makkelijk, iemand is helemaal uit balans als hij zo aanvalt. Ik voel me ook heel verspaard. Als hij zo wat hard was? Nee. Ik ja. Het is zo makkelijk, zeg maar. Ja. Maar om nou hier meteen mee te gaan beginnen, blijf daar weg. Blijf daar weg. Hier kom je in zo'n discussie waar je niet lang uitkomt, niet snel uitkomt. En dan gaan ze maar door en door en door. Nee, 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 maar het gaat. Ja, die wij zitten altijd met een kietreling, een gevoel van ontspanning in de ja. Onderkant. Ik denk dat dat nog steeds ook fijn Mariana zin tegen. Ja, je moet nooit kieprincipes, maar gewoon wel extra kieën. Kie is wel gewoon belangrijk, ja. Dus wat je wil leren is bij iemand die redt, dat je gewoon een andere staat ontwikkelt. Eigenlijk als iemand dus zo hard aanvalt, wil je hem helpen inzien dat er onzuiverheden zitten. En dat je hem wil helpen om die onzuiverheden los te laten. Dan moet je dus een andere houding hebben. Dus je wilt oekumi nemen. Als je hart vasthoudt, dan wil je helemaal geen oekumi nemen. Sterker nog, wat ik zo zou doen, zou echt meer zo blijven staan van ja, wat wil je nou eigenlijk precies? Dat is niet je doel, zeg maar. Ja? En nu gaat hij inzien van ja, hij kijkt wel naar jullie van ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ja. Daar heb ik veel meer aan dan dat ik zeg, nou, ik ga die. Yeah. Dan ben je zelf ermee bezig, dan kom je ook in fighting van aan, zeg maar. Je zou dat gewoon aan de basis gaan werken als dat gebeurt. En ik kan me echt voorstellen, die cultuur is wel anders daar. Dus ik kan me niet echt voorstellen, maar als ik het maar niet bedenk. Je hebt ook een mengsel van culturen. Ja. Veel Schotten, veel Engelsen, Syriërs. Ja. Irakezen. Precies, ja. Dat is een gaaf aan. Maar ook in de UK heb je, ja, die Schotten, dat zijn echt een... Knokken zeg ik, ja. Snoeren winken, tatoes en die werken. Daar wil ik wel eens zien wat dat allemaal inmaakt. Ja. Ik heb in Schotland een seminar gegeven en ja, precies dat. En in Engeland, als we dat trainen, is het heel anders. We hebben ook wel groepen zoals wij, maar we zitten echt tussen van. Maar je ziet als we eenmaal doorhebben, dan wordt het gewoon super zacht en dan wordt het gewoon echt. Het gaat het hart helemaal open, zeg maar. Ja. Een leuke uitdaging, ja, om dat praktisch te houden. Oké, we gaan naar de vuurtuin. Dus nu heb je afstand en je houdt je hand open. Je laat je niet vastpakken, dan draag je open. En naar het eind even zandje contact houden met de ander. Om ook uiteindelijk nog meer de zuivere energie te sturen. Niet vanuit mij, gewoon key. En stuur je zo naar de ander toe. En praktisch gezien ook alert van, hey, als je iets gaat doen, dan ben ik er gewoon bij. Dus niet zo van, warning. En dan ga je zo door. Ja, dat is de Thank you.
gaat ook niet zo snel. Het is een vrije object waar geen dingen verder. Nee. Ja. Ik zeg maar wat mijn gevoel is. Nee, dat snap ik wel.
Ja, ja, ik vind dat heel spannend. Dat is een beetje. Oh ja, blijf zitten. Nu nog? Nee, ja. Wauw. Ja, valt. Ga maar door.
Ik voel echt mijn best om ook te verbinden als ik met Nagel. Heel leuk. Inhouden, zeg maar. Om de armen eigen houden hier. Ja. Ga je nog meer van? Ja, nou voor die echt voor je. Dat kan alleen maar als het zo vol is, anders heeft het helemaal geen nut. Ja. Dus als iemand komt rustig aanlopen, je komt gewoon rustig aanlopen en laat gewoon lekker. Twee dingen. Het eerste is, de aanval moet vol gas zijn, anders heeft het echt geen zin. Dit is het retail niveau, dus dat is zeg maar het meest echte niveau. Dus je moet gewoon vol gas willen aanvallen. Ja? Als je dat niet doet, bijvoorbeeld je komt gewoon rustig aanlopen en je blijft in balans en ik doe dit, heel rustig aanlopen en zo. Van aanlopen en dan zo. Ja? En gewoon zo blijven lopen, dus ik kom hier retail. Dus zelfs dit zou ik niet doen, hè? Dus je komt gewoon rustig aanlopen. Zo van, dus je moet gewoon vol gas moet het er zijn. Als dat er niet is, kan je nooit retail doen, zeg maar. Je kan die mind niet dan besturen, zeg maar. Omdat je gewoon, dat is gewoon heel statisch. Dus je wil echt vol gas, gewoon voluit. Dat bouw je wel vol gas. Harder, dat wil je hebben. Zag je zijn reactie? Ja. Dat is wat je wil, dat is essentieel, anders gaat het niet werken. Dus. Ja. Wij zijn een beetje aan het spelen zo van, een heel stukje wordt het anders. Bijvoorbeeld ik kom naar jou toe en ga zo. Ja. Dit is een zonder been met zo oefenen. Dit is zinloos. Als je dit in je systeem krijgt, dan heeft het geen zin. En dan komen er geen fabeltjes geloven, zeg maar. Dat is geacteerd. Het is geacteerd. En het is, niemand gaat zo mee bewegen. Niemand. Dus als je naar je toe komt en je doet dat zo. Ja. Dit is echt. Ik wil echt de cold eye, dim eye niveau. Dus ik wil vol er naartoe gaan. Ik kom naar je toe. Zie, dan voel ik echt van, oh, nou verandert die meer. Mijn mindset van mensen. Dus dat is eentje als aanvaller. En ik doe het soms wel eens, hè. Dan doen we het slow motion. Maar dat is puur om te gaan leren voelen, zeg maar. Dat gaat zo snel. Alles is vechten, vluchten, angst, alles komt omhoog. Dus je ziet eigenlijk niet zo goed wat er gebeurt. Ik kom in een soort wilde blik. Ja. Het is handig als je dan rustig komt en doet zo'n mannetje in dat gevoel. Nee, dus dat is goed om te oefenen. Maar daarna schuif het opzij, want dat is niet echt. En dat is alleen maar om jouw kiergevoeligheid te trainen. Dus als het vol gas gaat, dat ik nog steeds kiergevoeligheid heb. Ja, dat moet er meestal uitkomen zo. Bijvoorbeeld. In het begin zie je dat altijd niet. Ja, precies. Maar dat was je niet veel. In het begin zie je dat wel vaak niet. Als ik dat voordoe met het begin, dan staat ik gewoon zo van, ja, ik weet het niet. Die kan gewoon zijn val niet nemen, het gaat te snel, die schrikt gewoon. En die blijft dan echt zo'n beetje zo staan en momenteel. Trekken ze. Nee, dus het vraagt gewoon heel veel oefening om daar te komen. Maar ook hier, vol gas, het is wel binnen mijn mogelijkheden. Want ik moet wel een val veilig kunnen nemen. Ja. Dat is het principe van, als je met 100 aankomt, moet je ook met 100 je val kunnen nemen. Ja, precies. Ja. Sommige komen met 100 aan, die kunnen maar met 50 een val nemen, ja dan... Ja, dan is het even leuk, ik stop met die. Dat is gewoon niet lekker, zeg. Inflatie, want je doet voor je assen. Dus ook een val aan de andere kant van de armkant. Of daar komt hij niet, of komt hij aan de armkant. Ik zag het net gebeuren ook jullie, maar laten we gewoon eens bekijken, zeg maar. Als jij vol naar een hoek komt, zit je vandaan en vol gas. Vol gas? Wat je ook kan vallen, zeg maar. En waar voel je? Aan de armkant. Ja. Coach je daarvoor of niet? Nee, ik ging op je arm af. Dus. Ja, dat is zo dan. Oké. Meestal wordt het wel zo verteld, maar als je gaat na
aandelen, dan kwam er allemaal extra paardjes bij. Het was gewoon de intentie, die hand oppakken. In eerste instantie. Ja, met die kaas en iets normaal gaan we die kant langs. Oh ja, nee, dat klopt. Klopt ook nog. Ja, klopt ook nog. Maar wij kwamen even op gelijkzijdig proberen, maar dan kwam je eigenlijk ook dezelfde toch weer neer. Dus het valde. En dan denk ik, Hij kan bij allebei de aanvallen komen gebruiken. Wat je natuurlijk ook kan gebruiken, wat je ook aanpakt met je val. Echt kiezen, echt voor gaan en niet te terughouden, omdat het echt geen zin heeft. Het is wel mooi als je dat in je hebt van ik ga er echt voor, dan ga ik ook echt vol gas voor. Als ik dan een intentie heb en ik wil iets doen, volhoud zeg maar. Weet je, en niet van, nou weet ik niet, nou, misschien lukt het niet na, maar dat en dat. En ja, weet je, het gaat allemaal veel langzamer als het al lukt. Tweede, fighting mind. Ik zag alweer terugkomen. En een beetje zo van als je aankomt. Kom echt in een andere staat, zeg maar. Kom in een staat van no mind en in een staat van gevoel. Ik wil die ki voelen, zeg maar. Dus je voelt gewoon goed. Hè? Je voelt gewoon zijn ki. Dus als jullie doen, je voelt zijn ki al, zeg maar. Ja? Meer in dat gevoel, in een staat van no mind. En niet van ik moet dat doen. Dus echt de aanval en dan met gevoel. Zo. Yes. Ja. No mind, ja. Ja, ik hoef je op te zeggen. Cloud of mind, maar no mind. Viel het wel? Dan is het niet een korte flik, maar een lange beweging.
Daarin kon hij weg. Eigenlijk was hij een soort raar. Dus ik ga wel met de extensie daar doen. Ik zit namelijk hier onder. Extensie. Blijf een knuffel. Dus ik ga in één keer, twee keer eruit en kom ik gauw terug. Dat heb je nodig. Wat doet er bij de vraag? Ja, wat je merkte, ik dat ik was hier. Hij weet niet of ineens mijn aandacht weg was. Was ik al te veel gefixeerd. Ja, of mijn valt er een hele. Ja, andere drie keer dus wel. En die laatste. Wat je doet, je gaat ernaast staan en je doet eigenlijk, en ik had zien noemen we het gakite, kakite, zo dus. Dan kom je naar boven. Dus, hoek. Nu heb je eigenlijk die draad, die komt hier omhoog, weet je nog? Dat is van Ocensis, dat is de kami die je meestal doet, de draad. Die komt zo omhoog en dan flitst die naar beneden. Weet je nog? De draad komt uit het water en dan, bam, als lightning gaat die omlaag. We hebben tekort om dat echt te oefenen met de lightning, omdat die zo snel komt dat, ja, maar je had ook wapen zijn. En anders, dat gaan we maar niet doen. Maar het gevoel van die draak kan je wel doen. Een draak, hè, dus, die zit in het water en die komt zo omhoog. Zo komt de ki uit de kundalini, zeg maar, uit je kern komt die omhoog. En dan, wow, naar beneden. Ja, dus dat zit hier in het principe. Dus hier, omhoog. Die hand blijft uit dan heen, je stapt opzij en je valt naar beneden. Weet je nog met hoe die naar beneden beweegt, de draak, dat is alsof je zeg maar, het is licht, gordijnen zijn dicht. Op het moment dat je de gordijnen open doet, poem, licht is binnen. Dat is de snelheid van het licht, zeg maar. Dat zit ook in dat, Katsuhayai is dat geloof ik, de snelheid van het licht, wat de essentie ook zegt. Dus, gordijn gaat open, licht is binnen, boem, die snelheid gebruik je eigenlijk voor je val. Als een naker, zeg maar, om het uit te voeren. Ja. Bam, dus hij komt omhoog. Bam. Maar nu zit nog wel meer in de statische, maar houd dat in je achterhoofd, ook in je oefening als je traint. Dus KGT. Zie je dat ik mijn as gebruik? Ik zet mijn as erbij en ik ga met mijn as naar beneden. Dus ik doe helemaal niet met mijn armen van alles. Die hand is boven. Die komt omhoog, die jouw bij tandem. Staat naast hem en naar beneden. Thank you.
Links. Ik voel een beetje. Ja, hier staat nog de wacht.
Ja, precies. Zo moet ik weer mee zetten in mijn achter. Ja, dat is ook niet. Ja, ja, ja. Ja, dus zodat je je positie gelijk haalt. Ja, ja.
Rainbow. Ja, mooi, hè. Het is mooi, eigenlijk ook omdat het nieuw is, ben je een beetje aan het zoeken, maar ik zie dat jullie gewoon alle elementen goed hebben. Dan probeer het vanuit die verbinding te doen. Net als met deze oefening, je bent verbonden met de ander. En de hele tijd is het verbonden, zeg maar. Hier ook. Je bent nog steeds verbonden. Opeens ben ik niet aan het hout hakken met die ander. Vanuit verbinding, verbinding, verbinding. Maar het is super stevig. Dat is ook wel als mensen echt hard vasthouden. We hebben eigenlijk vroeger niet zoveel getraind, dus we hebben een beetje een soort achterstand. Waar we al behoorlijk aan het werk mee zijn. Van al dat zachte, zeg maar. En het is ook super zacht. Het is echt als een handdoekje wat erop ligt, maar het is extend key. Dat is geen gekkigheid. En heel vaak is het toch slapte geweest. Iemand beweegt gewoon mee en die valt maar. Dus je denkt, dan kan je 10 jaar Aikido doen en denk je dat het goed is dat iemand je vasthoudt en schiet gelijk je andere hersenen in actie, vechten, vluchten, wat moet ik nu doen, spanning, dan ga ik maar harder doen, omdat we het eigenlijk niet getraind hebben. Dus die kunnen dat gewoon zo trainen. Het laatste, heel kort nog, om dan weer naar het reetijk te gaan, want je nu krijg je 5 meter afstand, 2 handen aanbieden, moet vol aan. Dat is eigenlijk alles. Ja, maar dat is die techniek die we net deden, dus dat is de basis. En wat je doet, is alleen maar dit. Ja? Met Hami, die draait even zo uit de lijn, want die wil wel uit de lijn. Verder is het met een meegaat. Ja, fuck it, volgens mij. Dat zal ik je ook doen van later. Komt die 2 handen. Ja. Ja. Even uitstappen.
Thank you. Thank you. Oh, Piet. Oh, Piet. Oh, Piet. Oh, ja, leuk. Dus op zich kan je denken, nou, we hebben ook wel basistechnieken gedaan. Dat hebben we ook zeker gedaan. Maar uiteindelijk zijn we naar retail-level gegaan. En dat doen we eigenlijk heel weinig. En sinds ze zeggen eigenlijk al jaren, dit, in Japan doet hij dit altijd wel, maar hij zegt ja. In het begin is het niet zoveel net nog om dat te doen, dus lezen we dan de basis tot de hiertijd. Maar uiteindelijk is het voor ons belangrijk om wel dit te ontwikkelen. Dus echt die kiegevoeligheid hebben en dan zo ook kunnen acteren. Eigenlijk zie je ook sensei aan het eind van zijn leven doet hij alleen maar dat soort dingen. Je herkent die video's ook. Dus dat, ja, dat is ook een aspect van mij. Precies, die gedachte van is het dan effectief of wat gebeurt er als iemand haar doet. Ja, je hebt het zelf gezien, als iemand zo komt, zie je ja, dat heeft geen zin in. Nee. Meestal is het je had iets afstand, nou, let's it. Ja, pak je die hand, klopt. Ja, ik ben er zelf niet zoveel mee bezig, omdat dat het gewoon niet zoveel voorkomt in je dagelijks leven. Nee, dat is niet mijn visie is niet dat ik in zo'n wereld leef, zeg maar. En dat wil niet zeggen, Toby zei dat wel mooi, weet je nog op dat seminar dat hij hier gaf? Hij zegt, ja, ik leef in een wereld waarin het zus en zus en zo is. Ja. Ik wil niet zeggen dat iedereen zo zich gedraagt, maar in mijn wereld zijn kiers heel sterk zijn. Imagination zijn voorstellingsvermogens heel erg van ja, dit is de wereld zoals ik hem wil beleven. Dat wil niet zeggen dat iedereen meteen in vrede is, maar zijn wereld is wel behoorlijk beïnvloed door zijn wens om zo te leven, zeg maar. En dat vond ik wel mooi, ja. Kijk, ergens zijn wij ook gewoon, denk ik, zwak als een westerse samenleving. Wij zijn gewoon gewend om onderuit te zitten met een drankje en tv of whatever wat je doet. Wij zijn niet gewend om steeds zo op toe te letten op iemand pak je, zeg maar. Zeg je? In andere landen is dat wel zo. En we zien het genoeg ook in het nieuws, het zal altijd al zijn geweest. Maar er zijn landen waar je gewoon op moet letten. Als iemand iets Arabisch schreeuwt bijvoorbeeld, of dan komt een vrachtwagen aanrijden, of nu zelfs in Melbourne een auto. Die zullen daar ook niet echt op voorbereid zijn. Dan ben je gewoon echt een soort stootzak en dan is het hoop maar dat mijn pad zo is dat ik weer verder ga. En anders is mijn pad dat ik overga. Wij zijn er gewoon niet echt, ja, wij leven een te goed leven, zeg maar. Dus om zeg maar nou te gaan trainen op een leven waarin je aangevallen wordt, als je bijvoorbeeld in de ghetto woont of achterwijken of oorlogsgebieden, en jij zou best wel full spirit hebben ontwikkeld de laatste tijd. Die had jij daarvoor niet? Nee, in het begin voelde je daar wel een buitenplein. Maar uiteindelijk, van de manier waarop je handelt met andere mensen, je weet gewoon van tevoren dat je. Ja, dat je gast bent, dat je als gast moet gedragen, wat anderen al proberen. Dus dat het ook wat regels geeft natuurlijk. Dus het is heel strikt regels naleven en bovenal respect hebben voor de ander. Want anders ga je dat niet terug. Dus ja, je weet het af en toe toch wel de situaties mee te maken dat wat ik niet begrijp wat er aan de hand was. Maar heb je op een of andere manier dat je je houding verkeerd of weet ik wel, er zat op een gegeven moment een man naast me, die zat met zijn voet tegen het dashboard aan. Dat is normaal. Kreeg die een check komt en die man werd heel erg boos. Omdat hij zo zat. Dan laat je je zo lang zien van je schoenen. Oh, ja. Ja. Nou, dan wordt dat heel goed gedaan. Dus ik ben eruit gestapt. Ja. Gewoon excuses gemaakt, wat dat niet de bedoeling was. Nou, dat was weer over. Ja. Dus het is eigenlijk constant die agressie eruit halen en gewoon ja, zijn wie je bent. Ja. En dat werkt goed. Mooi, dat is heel mooi. Ja, ja, ja. Wat ik er ook in hoor is dat je echt verbindt met de ander, ja. Probeert te begrijpen en ook daarna probeert aan te passen, zonder ja. Jezelf te verliezen. Ja, maar dat gezegd hebben we. Dat is wel Aikido. Dat het over arriveren gaat.
Irakezen. Ja, in principe vertrouw ik ze echt niet. Mm-hmm. Kun je dan heel vriendelijk zijn, maar dat kan zomaar omslaan in een bepaalde vorm van agressie die je totaal niet weet waar het vandaan komt. Mm-hmm. Dat telt een mensenleven, telt daar ook eigenlijk niet zo. Mm-hmm. Heel andere cultuur. Dat heeft niets met islam te maken, dat is gewoon een cultuur. Ja, zo'n eeuwenlang of duizenden jaren, honderden jaren lang. Dus dat is zo een beetje door de war. Wat islam voorschrijft en wat de cultuur is. Ja. Maar de cultuur is veel sterker dan de islam in een soort land. En dat zijn gewoon manieren die wij niet helemaal zoals vrouwen handgeven. Dat is cultuur, dat heeft eigenlijk niks met islam te maken. Dat is cultuur. Dat doe je niet, mevrouw aanvaard. Er zijn tegenwoordig jonge meiden die hebben schuit aan. Ik heb er ook eentje, die is gewoon Taekwondo. Geen hoofddoek, niks. Best gewoon schuit aan. Komt dat wel, dat verandert ook allemaal, maar het is wel iets om aan te voelen. Het is net als je partner in Aikido, respecteren, aanvoelen wat hij wil en daarin aanpassen zonder jezelf te verliezen. Dat is het vorm, ja. Je zou gewoon op een tweede plan zetten, meer of meer, hè, dat je gast naar de ander toe komt. Eigenlijk wat je zegt, omarmt. En vol begrip en dan gaat alles ook makkelijk, dan kan je makkelijk iemand meenemen. Ja, ook iemand die in verzet is. Ja, gewoon dat die trucjes leren als je terug. Ja, maar je hebt uiteindelijk geen trucjes nodig. Als het echt vanuit het hart komt, dat voelen ze en dat wordt het. Ja, maar als je iemand aanraakt, dat is gewoon een lekker gevoel. Ja, dat maakt het verschil gewoon. Ja, wat ik bedoel vanochtend had het ook in de les erover. Je kan een trucje doen en dan is het toch een ongelijkheid, zeg maar. Jij past een trucje toe op een ander. En wat we eigenlijk staan trainen zijn, dat deden we vandaag ook. Het is niet een trucje. Ik wil gewoon werkelijk vanuit eenheid samen iets doen. En iemand aanraken, zo op die manier, doe je werkelijk omdat je dat wilt. Zeg maar, op een bepaald moment, zeg maar. Dus dat is wel goed om te... En natuurlijk, trucjes en technieken zijn handig. Dat is toch een bepaalde techniek. Want dat komt heel veel dingen samen, hè. Het is niet alleen Aikido dat je naar die aan telt als je iemand meeneemt. Maar dat zit hem ook in triggerpunt. Ja, uiteindelijk denk ik over ziel, dat het over zielsniveau gaat. Hartverbinding. Precies. Ja? Nogmaals, al die trucjes en al die vormen. Het is net als als je begint met reiki geeft, doe je allemaal handvormen, maar dat verdwijnt, zeg maar. En met Aikido, de technieken zoals wij ze uitvoeren, verdwijnt. Je zult de technieken niet meer herkennen, zeg maar. Als het echt van ziel tot ziel, je bent samen bezig. Nou, we hebben zat voorbeeld hier gehad. Als we dan zo gaan acteren samen, ja, dan gebeurt er iets anders. Dat overstijgt alles, zeg maar. En in die staat willen we eigenlijk komen. Mijn vraag was vooral van, wat heb je ontwikkeld? Want je loopt hier op straat, zeg maar, al 10 jaar. Niks aan de hand. En je loopt daar op straat. Voor zover je op straat loopt, met onder bescherming, maar... Wat is het anders, zeg maar? Je moet je rood. Dus hoe je in evenwicht bent. Je ademhaling goed. Dat maakt gewoon uit. En hoe ga je dan om met die vijandigheid, zeg maar, die er is? Mogelijk kan er een aanslag gepleegd op je. Want dat heb je hier niet. En daar had ik het eigenlijk over. Wij lopen hier rond eigenlijk kwetsbaar. Omdat wij gewend zijn, alles is oké. Dan ga je naar de supermarkt. Nou, hoogstens kijkt iemand je aan of zo. Of die zegt iets. Maar niemand zal een mes opeens in je rug steken. Die kans is zeer klein. Ja. Of dat hier iets ontploft. En dat wou ik eigenlijk weten van hoe, wat is er veranderd dat je hier rondliep in die soort van, nou, alles is comfortzone en in een andere omgeving waarin je meer dreiging is. Nou, gewoon je waarneming wordt anders. Dus je ziet meer. Je voelt ook meer. Ging dat vanzelf of moest je er iets aan doen? Nee, dat ging vanzelf. Ja. Dus we kunnen hier gaan trainen, want dat is ook even naar zoek een praktijkvoorbeeld. We kunnen hier gaan trainen om heel alert te zijn en dat doen we ook wel, hè, Sanshin, echt die staat van alertheid. Eigenlijk dat je in balans bent, haar lichaam, en dat je je blik wijs maakt. Dus ik zie jou zitten, maar ik zie ook hiernaast zitten. Ja, dat kijk ik altijd. Ja. Dus als ik zo kijk en ik kijk ontspannen, kennelijk. Het werk dat we schreven op een ander.
Dat is eigenlijk het verhaal. Dan ben je ook in verbinding met alles in je heen. Maar dat ziet niemand, maar dat wordt gevoeld bij iemand. Ik zat. Het is ook aan de Seven Ronin denken, die oude Japanse film. Oh ja, ja. Dus op zoek zijn naar geschikte samurai. Kijken of het gewoon een goede is, dus dan wachten ze hem geheimelijk op en dan met zijn, de knecht moet hem dan op zijn hoofd slaan, maar nou, die is van waar ik denk, oh, ik ga hem erin. Ja, dat is de juiste, ja. Ja, je gaat niet de, inderdaad niet de narigheid opzoeken. Ja. Nee, je blijft voor, dus op afstand voor een extreme kiezer. Dus dan blijf je sensen en je bewustzijn omgeving. Ja, perfect voorbeeld. Dat proberen we natuurlijk wel te oefenen met Aikido door extreme kiezer. Ja, precies. Dus zeg maar, dan denk ik aan voorbeeld wat je zei, als iemand zo naar je toe komt, dan zijn al jouw sensors al een heel tijdje verdoofd geweest, zeg maar. En dan, je voelt het al aankomen. Met Okajima zijn zo, dan lopen we ergens naartoe, we hebben bijvoorbeeld wat gegeven. Aan het einde was een restaurant van de straat best wel lastig. We liepen best wel ver, opeens draait die om en we lopen zo terug met z'n allen. En de alle westerlingen, maar waarom? Wat is er? Is die dicht? Is wat aan de hand? Werkie. En hij loopt zo. Oké. Ja, na een tijd weer eraan gewend. Dat is gewoon heel makkelijk om zo te leven. En zo is hij altijd met alles. Puur op zijn ziel gewoon. Zo gaat hij, hij doet alles, op ook met behandelen of wat dan ook. Alles gewoon puur rechts vanuit zijn ziel. Dat kan je gewoon heel goed zien. Dus het, ja, dat wil je eigenlijk ontwikkelen. Want sinds zeg maar dat verhaal van Boko Denske Haar is hetzelfde. Hè? Met dat huisje waar dan een paard achter staat die altijd mensen schopt. Dus iedereen loopt zo lang, boom, weer een schop. En Boko Denske Haar is een grote samurai. Ja. Meer gevochten als Musashi en ook gewonnen al die wedstrijden. Die wel eens. Die komt aanlopen en die loopt gewoon zo. Die heeft nooit geweten dat er een paard was. En ja, dat is al die verhalen, dat krijgen we als voorbeeld. Die gevoeligheid willen we ontwikkelen. En ik ben een mens, dus ik merk ook wel eens met mijn partner dat als er iets gebeurt. En dan wordt het getriggerd en dan iets in mij gaat erin. Fight mode, zeg maar. Vechten of vluchten. Dus dan, en wat? Ja, ben ik meteen pineut, zeg maar. Ik ben degene die mijn staat opgeeft. Snap je wat ik bedoel? Het gaat op zich redelijk makkelijk, dat laat het niet vaak gebeuren, maar toch merk je het wel. En ik denk, daarvoor zijn we ook gewoon mens. Dat heeft iedereen. Dat is, als een discussie, iemand komt discussie voeren voordat je het weet, zit je erin. Terwijl jij helemaal geen enkel intentie had om een discussie aan te gaan. Iemand gaat flink een discussie met je aan en voordat je weer een discussie aan het voeren is, waar ben ik beland? Zeg maar. Ik zit nu helemaal mijn standpunten te verdedigen, maar snap je? En eigenlijk wil je dus kiezen voor jezelf. Dat je in die onbegrensde staat blijft. Dat jij in een goede staat bent. Dat is een beetje de truc, zeg maar, daarin. En vanuit die staat, denk ik, is dat je kiegevoeligheid heel sterk is. En dan voel jij vanzelf wel waar ik nu mee bezig ben, dat voelt niet goed. En als je niet in die staat bent, denk je, nou, als ik nou mijn best doe, dan lukt het wel. Misschien moet ik even zussen, of het lukt niet, of dat lukt me nooit, lukt me niet, dit en dat. Dan moet ik nog harder werken. Dan zit je eigenlijk aan een heel andere. Als je fighting mind aanstaat, dan is je kiegevoeligheid weg op laag, eigenlijk. Ja, ik denk wel dat je alert bent vanuit angst, maar dat je reactie is vechten of vluchten. Door vliezen. Ja. Dus er zit geen enkele eenwording meer in. Zeg maar, dit gebied van je hersenen is actief en dit is totaal niet actief. Dus je wilt gewoon een andere activiteit hebben. En wat zei ik, het voorbeeld wat ik laatst hoorde was ook mooi. Het is nu zelfs al als een auto achter je tutert op de weg. Dat je vechtmodus aankomt. Wat? Terwijl dat helemaal, maakt helemaal niet uit. Dat hoef je echt niet te verstoren. Snap je? Wij zijn met onze vechtmodus zijn wij op alles aan het reageren. Terwijl het maar in een paar situaties nodig is. Snap je? Het is prima, als het nodig is, is het nodig. Maar het gebeurt niet bijna bij alles. Als je bijvoorbeeld, je koopt iets en het product is niet goed, kan je allemaal denken, wat is dit, een bedrijf, een maatschappij, economie. Waarom zou je dat in godsnaam doen? En waarom zou jij die fight impulsen daarop wegzetten, zeg maar? Wat levert jou op? Jouw energie is anders en de mensen om je heen vinden het niet echt fijn om in jouw energie te zijn. Dus iemand die meer in zo'n goede staat is, is veel fijner om mee om te gaan. Iemand die continu aan het vechten is met alles, ja, je kent ze wel. Ik heb ze ook, ik zie ze steeds minder, maar ik ken ze wel. Dan zit je erbij en dan zie je vaak met mij, ja, ik zie ze.
Voor mij hoeft het niet zo. Ik wil best wel een discussie aangaan over dingen. Ik vind een aantal dingen ook belangrijk, zou anders kunnen. Maar als ik steeds bij die persoon ben en steeds zit in dat, dan denk ik, ja, weet je, meer kan ik ook niet doen. Het is echt, en eigenlijk bij jezelf, wil je zelf bij jezelf zijn als je steeds in zo'n staat bent? Is het prettig om bij jezelf te zijn als jij steeds denkt van, nou, ik ben hier en jij bent dood, jij hebt meer dan ik wil meer dan jou. Oh, jij bent beter, ik wil beter in jou zijn. Oh, nu ben ik beter. Weet je, is dat fijn? Het geeft even een soort kick, maar het voelt niet echt fijn, zeg maar. Het voelt niet echt lekker als je steeds zo bezig bent. Oh, dat wil ik eigenlijk ook wel. Dat is niet nieuw, zo, dan moet dat ook. Ik wil niet zeggen dat het fout is, maar dat je eigenlijk kijkt naar de staat. In welke staat? Dus in welke staat zit je? In welke staat leef je eigenlijk? Ja, dat is het waarste. En nogmaals, ik ben echt van het realisme, dat weet iedereen allemaal. Dus ik ga je nou niet voordoen dat we in die staat zijn, en dat doe ik ook niet. Dat is onzin om jezelf voor het gek te houden, maar je kunt wel werken aan. Gewoon die oefeningen doen of met Aikido bezig zijn, en dan zul je zien dat het steeds meer vanzelf gaat. Het is niet iets wat je echt probeert te doen in het dagelijks leven, maar het is een soort default setting die steeds meer in je komt. Ja. Toch geraakt zijn? Dus, we hebben mooie doelen. We zijn daar niet, maar we blijven gewoon lekker aan werken. Het is nog leuk om te doen ook als het goed is. Oké. Okay. Een keer ademhalen. Dat kan je ook vanuit een goede staat doen, zodat je niet het jezelf geweld aan doet door je bijvoorbeeld langer te laten ademen dan prettig voelt. Meer kracht te zetten dan nodig is. Ik moest daar zo op. Van Aikido Yushinkai. Ik ben zelf geest. Ik ben zelf geest. Als ik positief denk, gebeuren er goede dingen. Als ik positief denk, gebeuren er goede dingen. Het vasthouden aan negatieve gedachten werkt tegen al mijn belangen in. Het vasthouden aan negatieve gedachten werkt tegen al mijn belangen in. Daarom blijft mijn geest optimistisch, ook als mijn lichaam ergens aan lijdt. Daarom blijft mijn geest optimistisch, ook als mijn lichaam ergens aan lijdt. Ook als iets mij tegenzit, is mijn geest nooit aangeslagen. Ook als iets mij tegenzit, is mijn geest nooit aangeslagen. Ik vul mijn hart dagelijks met gedachten van blijdschap, dankbaarheid en hoop. Ik vul mijn hart dagelijks met gedachten van blijdschap, dankbaarheid en hoop.
Elke dag zie ik tegemoet met een heldere en optimistische geest die ik in woorden en daden uitdruk. Elke dag zie ik tegemoet met een heldere en optimistische geest die ik in woorden en daden uitdruk. Ik geloof in het leven en het leven reageert erom op gelijke wijze. Ik geloof in het leven en het leven reageert erom op gelijke wijze. Twee keer in drie jaar
van Shaka bent geweest. Dat is een bewuste keuze voor Shaka geweest. Dus ja, ik denk dat ik hier gewoon zeker op een masterclass dus, zal komen. Eén keer in de twee maanden natuurlijk. Ja, dan moeten we eens kijken wat daar verder is. Nog nodig is. Ja. Ja, je hebt gelijk, als je Yu Shinkai doet, dan is het wel belangrijk om ook Yu Shinkai te doen. Ja, weet je, ik wil als doelman weer wat over geen vorm. Ja, dat ook niet. En Pieter van Donderen, die doet van alles door elkaar. Ik wil gewoon de kant op. Ja. Ja, Sens is er ook helder in hoor. En daarvoor zijn er ook best wel doors die weggaan en dat is prima. Degene die overblijven, die doen echt Yu Shinkai. Ik denk wat je kan helpen is echt die video's. Je kan het niet leren van een video, maar je hebt een hele grote basis. Hier doe je ook nog ervaring op en als je dat ziet, kan je mooi in je eigen dojo mee experimenteren. Ik denk dat dat een hele goede is. Zelf het gevoel, maar ja, wat ik merk is dat, ja, dat je, als je evenwicht bent en dat je in je lijn blijft, ja. Dat is gewoon waar ik jullie voor nodig heb om wat eventjes weer op orde te krijgen. Dat is wel best gezakt. Nou ja, wij hebben jou ook nodig. Ja. We wisselen allemaal uit, we leren van jou ook. Dus het is met elkaar goed dat je erbij bent. En je hebt wel de sokken, Stefan ook altijd en Tony ook, dus je past helemaal. Ja, oké, maar weet je, het past dus in de pan. Mijn voeten ook wel vallen. Nou ja, ja die mat er allemaal. Oh, nou, ja. Stefan zijn een hart en stoel. In het bed binnen de eerste paar keer lag mijn hele breed lag. Ja, dan kan ik me bevallen. Dat doet gewoon bij elke afgeval. Ja, dat zie je het niet. Ja, je hoort het, jij bent er over een maand, jongen. Sokjes. Oh, jij gaat dat doen, zaken. Nico, wie gaat er allemaal? Dit keer Boen. Boen, Nico, Francis. Francis van onze vereniging. Vanuit Duitsland Stefan Leijendekker, die gaat eigenlijk wel op jou. Uit Italië Giorgio, die is vorig jaar voor het eerst mee geweest. Uit Australië zijn er drie, Peter Kelly natuurlijk, ook de andere internationale instructor, een dame en een heer. Die dame heb ik ook ontmoet in Tasmanië, zegt ja, goed iemand. En nu Søren. Søren is net aangesloten uit Denemarken. Ja. Laatste Søren? Moment. Ja. Oh, en wie? Ik dacht dat hij afgekeurd was. Ja. Hij leeft nog. Dat was een sensei. Uitgeloten. Maar ja, was dat toch helemaal. Ja, dat zat niet helemaal lekker. Dus ik wil met je koepa, hij wil graag komen. En heeft zijn zoontje toch niet mee? Nee, dit keer niet. Nee. We hebben natuurlijk meegemaakt in Osaka ook. In oorsprong is hij nog hetzelfde, maar hij is wel verzacht, zeg maar. Hij is veranderd en eigenlijk echt... Søren. In Italië zei hij ook van, hij heeft een soort switch gemaakt van ja, wat Sensei nu doet. Mariama heeft gewoon de stijl best wel veranderd de laatste jaren. Het is echt gewoon heel anders en hij zegt, nu zit hij eindelijk op... Ja, Søren voelt echt, dit is de juiste weg om te gaan. Hij is gewoon helemaal overgegeven en hij nodigt mij ook uit, zeg maar, dit jaar om daar te komen voor een seminar. Hij is helemaal... Ja, dit is gewoon de juiste weg hoe het is. In Aarhus, hè? In Aarhus, ja. In oktober is volgens mij, ja, ga ik daar naartoe. Oktober? Ja. Dus dat is leuk. Hey, in juli hebben we natuurlijk het seminar in Engeland. Zit je dan in Irak of hier? Ja. Volgend seminar in Irak. Irak dan maar. Ja, dat hebben jullie allemaal uit. Alleen het is heel goed om aan een visum te komen. Er was een Italiaans fijne Iraakse jokkie, ik denk dat hij een jaar of 24, 25 is. Die was op zoek naar een visum voor een Schengen visum. Ja. Hij zei, oh, ik hoef maar €1100 te betalen. Ik zei, maar, ik geloof niet dat je gaat lukken of niet. Ja, via de Italiaanse lijn kan dat. Italiaanse lijn. Ik zeg, nou, dat doen we niet. Ja, dat is een handige toets geweest. Ja, ik denk dat hij daar nog heeft. Ik zeg, nou, ik zou het toch nog niet doen. Ik zeg, want je gaat, dat komt er echt niet. Nee. En ze denken, ja, dat ze, maar hij ging dan voor vakantie. Ja, dat wordt hier niet zo opgevat hoor. Ja. Op vakantie gaat hij in Europa. Nee. Wat vind jij van de les? Het is jou opgevallen? Op de dag, zeg maar. Ja, ook die oefeningen heel mooi, ook heel leuk eigenlijk. Ik vond het wel
perfect eigenlijk. Ja, dat hebben we nog nooit gehad, het gevoel dat ik in Tibet zat. Hmm. En ja, dat is het centrale thema, hè, vonden dat je niet in die fighting mind moet raken. En nou, dat lukt ook. Het heeft wel heel goed voor mij gedaan. Hmm. Ik ben nu leraar op school en ik ben heel ontspannen in daardoor ontspannen omgeving. Ik ben benaderd. Nou, tijd. Maar ja, wie goed doet, goed ontmoet. Zoals jij aardig en ontspannen bent. En dan heb ik toch. Ja, vroeger was ik wel gespannender, denk ik, in nieuwe situaties. En nu. Ja, is het, ontstaat een leuke sfeer omheen. En, ja, mooi. En, als je dan op iemand afreemt en je doet dit. Als er iemand op mij afkomt, dan raak ik al, dat vind ik een flinke intimidatie. Dan voel ik dat opkomen, in fighting mind. En dan voel ik dat ik het minder voel. Dus als je dus in een ontspannen staat bent waar je naar streeft, dan heb je veel meer het gevoel, en dat wordt door die fighting mind, wordt het voor mijn gevoel afgesloten, waardoor je minder sensitief of ja. Dat het zo opvalt, kan je dat goed voelen. Het is wel mooi dat je dat doet. Ja, en dat was ook, kom je uit mijn afdeling en dan kan je wel hier gaan voelen, maar ik heb ook het gevoel dat je helemaal je radar aanzet of je stroboscoop of hoe je dat wil noemen. En dan als waar die mind op komt, dan gaat alles naar hier. Mm-hmm. Bijvoorbeeld lichaam veranderen. Naar een paar jaar geleden zat hij het over Nenpa-Shendo, zeg maar, dat het licht hieruit komt, dan kan je, het is weer een trucje en vorm. Uiteindelijk is het wat je zegt, het is gewoon uit al jezelf, vanuit je ziel voel je het, maar als trucje voel je vanuit het licht hier. Dat, die Nenpa-Shendo kan je heel goed ki voelen. En dan gaan we gaaf van het horen. Ja. Nice. Ja, en dan dat glimlachje weer af. Oh ja. Ik lach niet meer. Oh, sorry. Ik ga mijn naam plekken met jullie. Wat sterk die gozer. Wat heb jij gedaan? Samen, dat vind je heerlijk dus. Ja. Complete maaltijd. Complete maaltijd. Nee, maar ik was heel nieuwsgierig naar de meditatie. Ik was natuurlijk al op WhatsApp langsgekomen, het filmpje. Mm-hmm. Ik denk, ja, dat moet je vanuit ervaren onderneming van en ook in een groep is dat. Maar de hele prettige key, dan een lekker mindset om je te trainen. En dan komen ook mooi de conflict situaties in je technieken naar voren. Ik bedoel, dat zijn dan een hoop opgelost, maar die hoogste. Het is wel lekker om dat te ervaren. Dat is zo natuurlijk ook in het dagelijks leven. Dat een heleboel gaat goed en soms zit je zomaar in een klein conflictje. En wat moet je dan doen? Dat is een puzzel om eruit te komen. Dus dat is ook weer fijn om even bij jou te vinden. Dit is je conflictmoment. Dan ben je dan zelf niet zo bewust. Dan ben je aan het puzzelen. Dan moet hier iets wel of iets veranderen. Maar wat? En dan is het ook weer fijn dat je heel veel verschillende hebt. Dat is de ene hoek die ervaart ook wel niet als een conflict. Dus dan moet je dat niet. Ja. Dus dat is weer dankbaar. Nou ja, het thema wat je maandag ook had, het doorlaat stromen of in de knie. Dus nou ja, dat is verschillende lessen wordt aangetipt, activeren het elke keer alweer. Mm-hmm. Buiten de les proberen te gaan doen. Zoals je dat ziet. Ja. Dat is een complete maaltijd. Ja, ik zit in. Echt een trek van. Het kan ook zijn omdat het. Dat we lekker gesport hebben en goed willen eten. Ja, mooi. Ja, dat gaat voor mij te maken. Hopelijk is Steven nog bij de vorige keer die het ja, wel. Maar niet, We doen nog een geest. En de volgende keer is het een week eerder. Ik had het al rondgemaild en rondgestuurd. Dus het is niet de 18 omdat we dan weg zijn, dus de 11e. Ja. Dat zit nog in je agenda. Precies. Dat jij ook weg bent. Dat gebeuren. Leuk. Dus en
het zo horen, conflicten en dit fighting mind. Laten we het niet als een roman zien, laten we niet denken dat we dat kunnen overstijgen, want dat zit al miljoenen jaren in het wezen. Dus daar gaat het ook niet om, maar het gaat er misschien om te herkennen. Bewust worden. En zien dat er meer is dan dat. Fighting mind op alles is een beetje veel. Fighting mind op sommige situaties, ja hoor, gewoon even vol erin. Als dat nodig is. Dat lachje wat jij net geeft. Soms is dat gewoon nodig, moet je even je tanden laten zien. Dan kan je dat ook nog doen op verschillende manieren, maar soms is dat goed om even je tanden te laten zien. Hey, ik sta hier voor, dat denk ik niet eens, we gaan daar toe. Maar het is soms, zeg maar, dat zijn gewoon praktische momenten en verder kunnen we best wel redelijk in no mind zijn. Ik voel me ook wel even sinds menselijk in het non-verbale mens onder druk zijn. Als je ook, ja. Maar niet schelden of. Schijnt het toch een beetje bij te horen aan die chefkoks? Nee, ik heb het moet eigenlijk een beetje huster zijn. Nee. Ik heb het zulke huster geschreven dat ik voor mezelf probeer om mijn goed los. Ja, precies. Ja, mee te smaken. Ik wil eens werken. Die kraal uit Rotterdam is het nog wel beter. Maar dat is dan Kranenburg. Kranenburg. De Kranenburg. Engelsman die. Herrie, heb je die naam uit dat? Ja, ik hoor die mensen. Ja, die. Oké, dan gaan we nog even verder. Wie staat eigenlijk dat in verbinding zijn met onze ziel? Maandag, woensdag, volgende keer. Ik ben kleed aan. Thanks. Ik heb dan een vertaalstuk ter beschikking. Ik weet het niet. Ja. Oké.